We moeten natuurlijk een prijs van de week uitreiken, dat begrijp je wel. Eventueel een ruikertje sturen. Of in ieder geval toch een solide reep chocola aan Van den Burg. Ja. Dat is toch de man van de week. Ja, hè? Breed glimlachend stond hij daar. Ja, terecht. Als er nou een terechte winnaar is van de laatste maanden, dan is het toch Van den Burg. Hè? Die doorgezet heeft, terwijl zijn eigen partij hem van de steek had gelaten op een meer dan lullige en cynische klote manier. Ja. En hij komt er, hij slaat er toch in om het aangenomen te krijgen. Dankzij Edith Schippers. Ja, dankzij de hele VVD-fractie in de Eerste Kamer. En je begrijpt ook wel waarom Geert Wilders zei van, oeh, we hebben een probleem. Natuurlijk, hij heeft een gigaprobleem hiermee. Omdat natuurlijk de VVD-fractie in de Eerste Kamer met zoveel woorden heeft gezegd, jongens, jullie kunnen in de Tweede Kamer van alles verzinnen in jullie nieuwe coalitieverband. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat wij dat ook gaan doen. Dat wij dat gaan goedkeuren. En ze zijn, voor meerderheden zijn ze toch nodig. Ondanks die enorme BBB-fractie natuurlijk in de Eerste Kamer. Ik open de vergadering van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op dinsdag 23 januari 2024. Ik heet de leden, de medewerkers en iedereen die deze vergadering via de livestream volgt van harte welkom. Ingekomen zijn berichten van verhindering van de leden Cox en Vogels wegens werkzaamheden voor de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, van Knapen en van Torenburg wegens persoonlijke omstandigheden en Walekamp wegens ziekte. Ik stel voor deze berichten voor kennisgeving aan te nemen. De ingekomen stukken staan op een lijst die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd. Tevens is ingekomen een brief van de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking van 17 januari 2024 aan de voorzitter van de Eerste Kamer, houdende het advies om de artikel 100 brief van de regering over de bredere Nederlandse veiligheidsinzet in Irak van 7 juli 2023 en de aanvullende artikel 100 brief van 29 september 2023 in zaken het leveren van de Force Commander, ondersteunende staf en een eenheid transporthelikopters voor de NAVO-missie Irak vanaf mei 2024 voor kennisgeving aan te nemen. De brieven liggen in de zaal ter inzage. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met het advies van de Commissie voor BDO heeft verenigd. Ingekomen is een beschikking van de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, houdende aanwijzing van het Eerste Kamerlid Visseren Hamakers tot plaatsvervangend lid van de Benelux Interparlementaire Assemblée. Aan de orde is het voorstel om de vervaltermijn van de aangehouden motie van het lid Kofferman Koumsouis over het uitwerken van een resolutieplan met scenario's voor KLM 36410 letter C en de aangehouden motie van het lid Hartog Koumsouis over constructievere manieren voor financieel beheer binnen het Koninkrijk 36410 letter I met 12 weken te verlengen. Op grond van artikel 67, eerste lid van het reglement van orde, zullen de moties op 30 januari aanstaande van rechtswege vervallen. Kan de Kamer instemmen met het voorstel tot verlenging van de termijn van aanhouden? Dat is het geval. Wenst een van de leden aantekening? Dat is niet het geval. Daarmee zijn de moties aangehouden. Dan is aan de orde een wetsvoorstel dat als hamerstuk kan worden afgedaan. Het nummer en de titel van het wetsvoorstel staan op de agenda van de Kamer. Wenst een van de leden stemming? Dat is niet het geval. Dan is het wetsvoorstel aanvaard. Verlangt iemand aantekening? Dat is evenmin het geval. Dan heb ik heden ingevolge artikel 31 van het reglement van orde van de Eerste Kamer het lid Veldhoen aangewezen als voorzitter van de Commissie voor Digitalisering en de heer Van Gasteren als ondervoorzitter van de Commissie voor Digitalisering. Op grond van artikel 30 van het reglement van orde van de Eerste Kamer heb ik de leden Kaljouw, Van Apeldoorn, Goossen, Panman, Oplaat, De Vries, Hartog, Nicolai,
Belhier, Dietrich, Van den Oetelaar, Van Hattem, Nanninga, Recour, Viers, Ramsodit, Rovers, Prins en Huizinga Heringa, aangewezen als leden van de Commissie voor Digitalisering. Op verzoek van de PVV-fractie heb ik op grond van artikel 30 van het reglement van orde van de Eerste Kamer het lid Van Hattem aangewezen als lid van de Commissie voor Binnenlandse Zaken, de Commissie voor Europese Zaken, de Commissie voor Immigratie en Asiel, de Commissie voor Koninkrijksrelaties en het lid Van Strien als lid van de Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, de Commissie voor Economische Zaken en Klimaat, de Commissie voor Financiën, de Commissie voor Verzoekschriften. Het lid Van Kesteren als lid van de Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving, de Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En het lid Bezaan als lid van de Commissie voor Justitie en Veiligheid, de Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Alvorens wij verder gaan met de agenda, meld ik dat de heer Van Hattem heeft verzocht om een derde termijn, naar aanleiding van het debat over de wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen 36333. Ik geef het woord aan de heer Van Hattem. Ja, voorzitter, inderdaad. Ik wil hierbij graag verlof vragen voor een derde termijn. Naar aanleiding van het debat van vorige week over de spreidingswet. We hebben na het debat nog een advies van de Raad van State ontvangen over het ontwerpbesluit voor het besluit, het ANVB, wat bij deze wet hoort. En naar aanleiding van dit advies van de Raad van State zou ik graag een derde termijn willen voeren. Kan de Kamer zich vinden in het verzoek? Dat is het geval. Dan stel ik voor deze derde termijn direct te houden. Indien deze termijn moties worden ingediend, stel ik voor aansluitend ook over deze moties te stemmen. Kan de Kamer zich daarin vinden? Dat is het geval. Dan is al dus besloten. Dan is aan de orde een derde termijn van het debat over de wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen 36333. Ik heet de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van harte welkom in de Eerste Kamer. Ik heropen de beraadslaging en geef het woord aan de heer Van Hattem. Dank u wel, voorzitter. We hebben vorige week inderdaad het debat gehad over de spreidingswet of de asieldwangwet, zoals ik het toen genoemd heb. En afgelopen week hebben wij na afloop van dit debat nog een advies ontvangen van de Raad van State over het ontwerpbesluit voor de ANVB, de Algemene Maatregel van Bestuur, die deze wet verder moet gaan regelen. Het zogenaamde besluit gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen. En de Raad van State die is op een aantal punten zeer kritisch op dit besluit. Niet alleen op dit besluit, maar ook op de werkwijze van dit besluit ten opzichte van de wet zelf. Het raakt het wetsvoorstel zelf, de uitvoerbaarheid. Zo stelt de Raad van State de vraag hoe de positie van de ketenpartners zich verhoudt tot de nieuwe medebewindstaak voor gemeenten, zoals in de spreidingswet opgenomen. Dat is dus een punt wat de uitvoerbaarheid van de wet zelf raakt. Ook spreekt de Raad van State over onduidelijkheid over de verdeling van de aanmeldcentrum en ook op de rol van het COA en de IND in dit kader. Ook geeft de Raad van State aan dat de positie van de ketenpartners is nog in de spreidingswet, nog in het ontwerpbesluit als formeel criterium opgenomen. En hiermee houdt het COA, zo stelt de Raad van State, een belangrijke stem in de uiteindelijke verdeling van opvangplaatsen tussen gemeenten. En het uiteindelijke verdeelbesluit kan afwijken van de uitkomst van de provinciale regietafels met een beroep op de uitvoeringskracht van de partners in de migratieketen. En dan hebben we het dus onder andere over het COA en de IND. Kortom, voorzitter, dit zijn een aantal punten die de uitvoerbaarheid van de wet zelf raken. En wij als Eerste Kamer moeten natuurlijk ook de wet beoordelen op de uitvoerbaarheid. Nu deze kritische kanttekening van de Raad van State er ligt, stevige kanttekeningen, moeten we de vraag stellen, is de wet als zodanig in voldoende mate uitvoerbaar, voordat we hier vandaag eventueel over gaan stemmen. Dus mijn vraag aan de staatssecretaris is om hier op deze punten een reactie te geven. Want we hebben nog geen nader rapport gezien met de reactie op wat de Raad van State aangeeft. Hoe de staatssecretaris aankijkt ten opzichte van de uitvoerbaarheid van de wet, gelet op de kritiek van de Raad van State. Ik overweeg om hierover een motie in te dienen, maar aangezien ik maar één termijn heb, zal ik de motie nu alvast indienen.
En de motie, ik heb hem even niet voor me, maar heeft als... Ik kan hem trouwens wel even voor me pakken. Het is heel makkelijk. Ik heb alleen even digitaal gelet op de... Daar, denk ik wel. Kijk. Dank aan de Griffie. Ik had zelf even geen gelegenheid om te printen, dus ik heb hem nu voor me. Dan zal ik de motie direct voorlezen. Constaterende dat na de plenaire behandeling van het wetsvoorstel van de Raad van State op 17 januari jongstleden een advies heeft uitgebracht over het besluit gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen, overwegende dat in het advies van de Raad van State kritisch is op diverse aspecten van het besluit die ook de uitvoerbaarheid van de wet als zodanig raken, zoals de wijze van verspreiding van aanmeldvoorzieningen en de verhouding van de positie van de ketenpartners in de migratieketen ten opzichte van de provinciale regietafels en de gemeentelijke medebewindstaak, dat ook dat over voornoemde punten nog geen nader rapport is uitgebracht door de regering, dat de Eerste Kamer de uitvoerbaarheid van wetgeving in haar beoordeling dient te kunnen betrekken, roept de regering op eerst na de rapport naar aanleiding van het Raad van State advies over het besluit gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen aan de Kamer te verstrekken voordat besluitvorming over de wet zal plaatsvinden en gaat over tot de orde van de dag. Voorzitter, tot zover in deze derde termijn. Dank u wel, meneer Van Hattem. Wordt de indiening van de motie voldoende ondersteund? Dat is het geval, dan maakt de motie deel uit van de beraadslaging onder 36333 letter L van Leonard. Wenst een van de andere leden in de derde termijn het woord? Gaat u gaan. Ja, mijn vraag. Meneer Nicolai namens de Partij voor de Dieren. Is het nu goed? Nee. Ben ik nu verstaanbaar? Ja. Mijn vraag was even of er geïnterrumpeerd kon worden of dat het op een andere wijze ging. Maar bij deze heb ik begrepen dat... Ja, waar de heer Van Hattem het over heeft, het advies van de Raad van State. De heer Van Hattem weet ook dat wij inderdaad ook wetstechnisch gezien ook problemen hadden. Maar is de heer Van Hattem het niet met mij eens? Daar hebben we allebei om gevraagd dat dat beleidskader, wat de regering heeft toegezegd om ons te verschaffen, dat dat nou juist gaat aangeven hoe die belangenafweging zal gaan plaatsvinden. En dat daardoor in feite gewoon ook, ik zal maar zeggen, het hiaat wat er lag in die wet wordt opgeheven. De heer Van Hattem. Ja, voorzitter, dan hebben we het alleen over de belangenafweging. Maar nu zit het eigenlijk, de kritiek die de Raad van State heeft, eigenlijk op een vrij veel fundamenteel vlak. Het gaat ook over de aard van de medebewindstaak van de gemeente ten opzichte van de uitvoeringsorganisaties. En als je daar geen duidelijkheid over hebt, dan rammelt er iets in de wet zelf. En wij als Eerste Kamer hebben juist de taak om de wet op zijn kwaliteit te kunnen beoordelen. En als de Raad van State als belangrijk adviesorgaan hier zegt van ja, daar rammelt iets, dan moeten wij niet hals over kop een besluit nemen over een wet die later mogelijk tot grote problemen gaat zorgen in de uitvoering, waarbij gemeentes niet weten waar ze naartoe zijn. Om een voorbeeld te geven, vandaag heeft de gemeente Westland al aangegeven, de gemeenteraad gezegd van ja, wij gaan hier geen uitvoering aan geven. Nou, je krijgt dus straks hele grote discussies als gemeentes zeggen van wij worden tot medebewind geroepen op basis van deze wet. Maar als dat medebewind heel onduidelijk is, als we niet eens weten waar precies de taken en bevoegdheden liggen en waar dit op gebaseerd wordt, dan hebben we een heel onduidelijke wet. Dus als wij over een wet gaan stemmen waarvan we niet weten wat daarvan de gevolgen zijn voor de uitvoering, dan zijn we gewoon te overhaast bezig. De heer Nicolai. Ja, we moeten zeker niet te overhaast bezig zijn. Dat ben ik met de heer Van Hattem eens. Maar daarom hebben we ook uitvoerig aandacht besteed juist aan die kwestie waar u het over heeft. De medebewindstaken zijn gewoon goed omschreven in de wet. Daar gaat het niet om. Het gaat erom wat op een gegeven moment de minister, de staatssecretaris kan doen in het kader van het verdeelbesluit. Daar was onduidelijkheid over, omdat de wet daar eigenlijk niet de wettelijke criteria verder specificeert. En daar hebben we een uitdrukkelijke toezegging gekregen dat die specificatie gaat plaatsvinden in het beleidskader. En dat wij dat ook krijgen en dat wij daar als Eerste en Tweede Kamer ook over kunnen spreken. Dat wil ik toch aan de heer Van Hattem voorhouden, voorzitter. Ja, voorzitter, maar dan hebben we een probleem, want dat beleidskader ligt er nog niet. We weten nog niet hoe en in welke mate dit wordt opgenomen. En of we erover kunnen spreken, ja, dan ligt die wet er. En zo gauw de wet van kracht is, zijn de gemeenten al geroepen tot de medebewindstaak. Dat is vanaf het eerste moment dat de wet gepubliceerd is er een medebewindstaak. Als daar onduidelijkheid over bestaat, over waar die medebewindstaak zich toe richt, gebaseerd op eventuele afwegingen rond de uitvoeringskracht van de ketenpartners,
dan is het een heel onduidelijke medebewindstaak. En als je iets niet moet hebben, is het onduidelijkheid bij medebewindstaken. Dus ik vraag aan de heer, ik zeg tegen de heer Nicolai, we moeten gewoon zorgen dat we hier zorgvuldig bezig zijn. Als je zo'n wetgevingsproces afrondt, dan moet het op een zorgvuldige manier en niet met een beleidskader. Maar de vraag is wat dat gaat opleveren als de wet zelf nog niet voldoende duidelijkheid biedt. De heer Dietrich namens D66. Ja, dank voorzitter. Ik zou graag aan de heer Van Hattem willen vragen waarom hij dit niet heeft ingebracht tijdens het debat. Ik hoorde hem allemaal termen gebruiken van overhaast en haastige spoed, dat soort dingen. Maar als er één wet is, de spreidingswet, waar we uitgebreid over gesproken hebben, is het deze wet. En toen hebben we ook met z'n allen gezegd, in die wet staat een invoeringstoets. Binnen 2 jaar moet gekeken worden of de wet goed uitvoerbaar is. En als er verbeterpunten zijn, kunnen die gewoon worden ingebracht. Dus het probleem wat de heer Van Hattem hier schetst, is wel degelijk in het Kamerdebat aan de orde geweest en is geen probleem. De invoeringstoets kan allerlei oneffenheden, als die er al zouden zijn, wegnemen. De heer Van Hattem, maar voorzitter, dat ligt toch iets anders, want het is een evaluatie die gaat plaatsvinden. En dat is dan pas na 2 jaar, en dan geldt die wet al, dan worden er al maatregelen genomen. En het punt is, wat er nu aan de orde is een advies van de Raad van State, wat er pas lag op 17 januari, 18 januari pas gepubliceerd is. Dus pas 2 dagen nadat we hier het plenaire debat over hebben gehad. De Raad van State zegt nou duidelijk van, er is onduidelijkheid. Dus vandaar dat we eerst toch duidelijkheid moeten krijgen van wat er gaat gebeuren als deze wet in werking mocht treden. Ik hoop er nog steeds van niet, maar mocht die wet in werking treden, waar zijn die gemeentes dan in medebewind toegeroepen als die uitvoeringstaken van de ketenpartners nog steeds onduidelijk zijn ten opzichte van de verdeling van asielzoekers over gemeenten? We hebben altijd ook in het debat gezegd dat als er dingen zijn die verbeterd moeten worden, werkende weg, kom je dingen tegen. Nou, dat wordt dan in de invoeringstoets binnen 2 jaar meegenomen. En de evaluatie van de wet is pas na 4 jaar. Dat is dus een ander onderwerp. Dus kijkend in de praktijk waar gemeentes eventueel tegenaan lopen, dat kan allemaal in die invoeringstoets verwerkt worden. De Raad van State weet ook niet precies welke problemen er eventueel zouden zijn. Dus allemaal een beetje speculeren. Vandaar dat het belangrijk is dat de wet wordt ingevoerd en dat we ermee aan de slag gaan. En mocht er dan ooit dus ergens een probleempje zijn, kan dat in de invoeringstoets worden opgenomen. De heer Van Hattem. Ja, voorzitter, dit is geen probleempje. Dit is een fundamenteel probleem over de werking van de wet, over de werking van een verdeelbesluit, over vergaande maatregelen richting gemeentes. Dwang die richting gemeentes kan worden toegepast op dit vlak. En we zien nu al de reacties komen van heel veel gemeentes die zeggen, ja, als deze wet wordt aangenomen, wij vangen nu al zoveel asielzoekers op, wij moeten er straks nog meer gaan opvangen. En als straks het COA of een andere of het IND gaat zeggen van, ja, wij kunnen het qua uitvoering niet aan, dan kun je ook weer voor andere situaties staan. Dus het schept heel veel onduidelijkheid. Dus wat de heer Dietrich zegt van het kan gaandeweg worden opgelost. Nee, want op het moment dat de wet er ligt, ligt er die medebewindstaak voor gemeentes en kunnen die aantal opvangplaatsen worden afgedwongen door de staatssecretaris. En dan is het gewoon heel arbitrair hoe wordt omgegaan met de uitvoering door deze ketenpartners. Mevrouw Karimi, GroenLinks, Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter. Het advies van de Raad van State, de conclusie daarvan, en ik neem aan dat de heer Van Hattem dat gelezen heeft, is: de afdeling advisering heeft een aantal opmerkingen bij het ontwerpbesluit en adviseert daarmee rekening te houden voordat een besluit wordt genomen. Dus, en ik ga ervan uit dat de staatssecretaris zo meteen in zijn antwoorden zal zeggen hoe hij daarmee gaat rekening houden. Is de heer Van Hattem van plan om dan voor de wet te stemmen? De heer Van Hattem, nou, voorzitter, voor de wet stemmen zal ik zeker niet doen. Dat kan ik mevrouw Grimi ter geruststelling alvast meegeven. Maar het gaat, kijk, de Raad van State kan nu op dit moment alleen adviseren over het ontwerpbesluit zelf, niet meer over de wet. Maar de kritiek die richt zich wel op, indirect ook op de uitvoerbaarheid van de wet zelf. Omdat op een aantal punten onduidelijkheid in de wet zelf staat. Dus wij zitten hier nu nog als Eerste Kamer. We hebben nog niet besloten over die wet. Dus hebben we nu nog gelegenheid om te kunnen zeggen, ja, wacht even, dit rammelt gewoon in die wet. Die wet is gewoon niet goed, niet duidelijk genoeg. Dus we moeten deze wet gewoon niet willen. En op dit moment gewoon een pas op de plaats maken. In ieder geval eerst de nota afwachten als reactie op het na de rapport afwachten als reactie op het advies van de Raad van State. En dan pas een finaal besluit nemen. Want wat we nu gaan doen is gewoon accepteren dat er onduidelijkheid in de uitvoering zit van de wet
dan nemen we onze taak als Eerste Kamer zelf ook niet serieus. Karimi. Voorzitter, de heer Van Hattem heeft heel veel woorden nodig om te zeggen dat hij gewoon de wet niet wil. Nou, dat weten wij van de PVV. U heeft meer dan 180 schriftelijke vragen gesteld. Er zijn 2 dagen hier debatten geweest, waar u dan talloze interruptiedebatten ook met de staatssecretaris heeft gevoerd. En ik zou zeggen, nu is het gewoon zover dat we dan over de wet moeten stemmen. En iedereen zal zien ook dat de PVV maar tegen heeft gestemd. Maar houd u maar op met traineren. Ja, voorzitter, als ik me hier duidelijk uitspreek over de kwaliteit van wetgeving, wat een taak is van de Eerste Kamer, en mevrouw Karimi van PvdA GroenLinks, GroenLinks PvdA noemt het hier traineren, dan vind ik het toch wel ongepast. Dit is juist ons werk wat wij hier doen. Wij moeten hier juist kijken naar die kwaliteit van wetgeving en kijken of het uitvoerbaar is. En als de Raad van State al zegt van het is eigenlijk niet uitvoerbaar op bepaalde punten, of het treft in ieder geval bepaalde kritiekpunten op de uitvoerbaarheid, dan moeten we dat toch wel heel erg serieus nemen. En wat we straks krijgen is een wet waarvan veel onduidelijkheid bestaat. En als we dan toch kijken naar hoe je met bepaalde wetten wordt omgegaan, over de omgevingswet, is zelfs na het aannemen van die wet in deze Kamer nog heel veel discussie geweest, zowat tot de dag van vandaag. Dus dat is helemaal niet zo ongebruikelijk. Of zegt mevrouw Karimi dat alles wat onder andere de GroenLinks PvdA-fractie en vaak ook gewoon heel terecht ten aanzien van de omgevingswet heeft gedaan, ook traineren is. Die woorden zou ik niet in de mond willen nemen, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Hattem. Wenst een van de andere leden in de derde termijn nog het woord? Dat is niet het geval. Dan geef ik het woord aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Dank u, voorzitter. En wat mij betreft voorzitter. Ik ontraad de motie. Er is hier geen sprake van een voorrang. En op het moment dat je deze motie zou aannemen, zou die op een oneigenlijke wijze creëren. Dus het lijkt me niet dat we dat pad op moeten gaan. In de argumentatie van de heer Van Hattem haalt hij ook wet en AMVB door elkaar heen, voorzitter. Het lijkt mij dat we de wet vorige week toch buitengewoon uitvoerig hebben gesproken. En ook buitengewoon uitvoerig hebben stilgestaan bij het Raad van State advies. Ook dat heeft de heer Van Hattem zelf gedaan. En als het gaat om het advies van de Raad van State met betrekking tot het AMVB, die overigens een dictum B kreeg, in tegenstelling tot de wet die de dictum C kreeg, dan stelt de Raad van State ook helemaal niet voor om wetswijzigingen, of sorry, AMVB-wijzigingen aan te brengen, slechts naar de toelichting te kijken. Kortom, voorzitter, ik adviseer de motie niet aan te nemen. De heer Van Hattem. Dank, voorzitter. Ja, het advies van de staatssecretaris over de motie is duidelijk. Maar ik heb ook een aantal vragen gesteld over hoe hij aankijkt ten aanzien van de kritiekpunten die de Raad van State heeft over die uitvoerbaarheid, over de wijze waarop die ketenpartners moeten worden afgebogen ten opzichte van het verdeelbesluit en het medebewind door gemeentes. Kan de staatssecretaris het ook nog inhoudelijk op ingaan? Staatssecretaris. Voorzitter, volgens mij hebben wij vorige week buitengewoon uitvoerig over de wet gesproken. En zat de heer Van Hattem aan de bovenkant van vragen stellen en antwoorden krijgen van mij op dat punt. En denk ik niet dat we dat moeten gaan herhalen. We hebben vorige week uitgebreid gesproken over de uitvoerbaarheid, het advies van de Raad van State, de reactie van de Tweede Kamer erop, middels het amendement van Den Brink. Dus volgens mij leidt het tot een herhaling van zetten, voorzitter. Dus daar wil ik het eigenlijk bij laten. De heer Van Hattem. Ja, voorzitter, de staatssecretaris heeft blijkbaar geen antwoorden op de vragen. Dat moet ik vaststellen, want dat ligt een duidelijk kritisch rapport van de Raad van State. En of het nou als B of C wordt gekwalificeerd, de inhoudelijke kritiek is duidelijk. Als de staatssecretaris gewoon een klip en klaar antwoord kan geven over hoe de ketenpartners worden meegenomen bij de wijze van het opstellen van het verdeelbesluit en hoe dit doorwerkt in de gemeentelijke medebewindstaak, dan zou dat ook geen probleem moeten zijn als deze staatssecretaris een goed wetsvoorstel heeft. Maar blijkbaar heeft deze staatssecretaris gewoon geen goed wetsvoorstel. Blijkbaar rammelt het, anders had hij nu al een klippenklaar antwoord kunnen geven. Dus de vraag is nogmaals aan de staatssecretaris: kan hij deze vraag gewoon duidelijk beantwoorden? Staatssecretaris. Ja, voorzitter, ik laat de conclusie aan de heer Van Hattem. Hetgeen zal betekenen dat hij tegen gaat stemmen. Overigens had hij dat al besloten voor het debat. Dus in die zin heeft de heer Van Hattem op elk moment gezegd dat beantwoordingen voor hem sowieso niet toe doet. En het argumenteren er niet toe doet. En dat de standpunten van zijn collega's er niet toe doen. Of van het kabinet. Hebben sowieso tegen. En verder herhaal ik mezelf nu voor de volgens mij 2e keer, voorzitter.
Dit hebben we uitvoerig vorige week besproken aan de hand van het Raad van State advies met betrekking tot de wet. Tot slot, meneer Van Hout. Ja, dank voorzitter. De staatssecretaris negeert dus gewoon de vraag, de oprechte vraag, die over deze kwaliteit van de uitvoerbaarheid van de wet wordt gesteld. Dat maakt de noodzaak van de door mij ingediende motie alleen maar groter. Dus als de staatssecretaris blijft volharden in het weigeren van een duidelijk antwoord te geven, dan denk ik dat we toch eerst het nader rapport moeten afwachten in reactie op wat de Raad van State heeft geadviseerd. En is de motie gewoon heel hard nodig en wil ik hierbij dus ook het verzoek doen om een hoofdelijke stemming over de motie en voorafgaand aan de stemming over het wetsvoorstel. Voorzitter, ik geef de staatssecretaris bij deze nogmaals de vraag om hier nog een keer inhoudelijk op te reageren. En als je dat niet doet, dan zullen we het per motie moeten afdoen. Ja, voorzitter, het is niet aan de staatssecretaris om een mening te geven over het al dan niet hoofdelijk stemmen. Daar gaat u als Kamer over. Dank u wel, staatssecretaris. Dan sluit ik de beraadslaging. Er is gevraagd om een stemming over de motie van de heer Van Hattem voorafgaand aan de stemming over het wetsvoorstel. Ik kijk even of de Kamer zich daarin kan vinden in meerderheid in die volgorde. Dat is het geval. Vervolgens is er gevraagd om een hoofdelijke stemming over de motie van de heer Van Hattem. De hoofdelijke stemming vindt in beginsel volgende week plaats, tenzij de Kamer anders besluit. Zegt de remissor. Dus ik kijk even of de Kamer zich erin kan vinden dat we die hoofdelijke stemming vandaag doen plaatsvinden. Dat is het geval. Dan zijn thans aan de orde de stemmingen. Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval. Ik heb begrepen dat de heer Dietrich het woord wenst over het aanhouden van een motie. Ik geef het woord aan de heer Dietrich voor een korte toelichting. Dank, voorzitter. Ja, dat is inderdaad wel mijn eigen motie die ik zou willen aanhouden, omdat ik nog op wat gegevens wacht. Dus ik hoop dat de Kamer het daarmee eens is dat die motie wordt aangehouden. Dank u, meneer Dietrich. Dan kijk even of de Kamer zich kan vinden in het verzoek van de heer Dietrich. En dat is het geval. Dat betekent dat er op een nader te bepalen moment over de motie 36333 letter H van Hendrik gestemd wordt. En dan zie ik dat mevrouw Lagas zich inmiddels ook naar de interruptiemicrofoon begeeft voor een opmerking of een vraag. Gaat u gang, mevrouw Lagas. Ja, dank u wel, voorzitter. U verraste mij een beetje in het tempo waarmee ik doorging naar de motie van de heer Dietrich. Want ik dacht dat wij in het fractievoorzittersoverleg hadden afgesproken om nog even een gelegenheid voor een schorsing om de motie van de PVV te bespreken. Indien nodig. Maar er werd niet gevraagd of dat gewenst werd en wij willen dat wel graag geven. Nou, dan vraag ik nu of dat gewenst is. Het antwoord heeft u al gegeven. Dan stel ik voor dat ik 10 minuten schors voor de fracties om even overleg te hebben over hun stem bij de motie van de heer Van Hattem. Ik schors voor 10 minuten tot 14:15, ruim 10 minuten. Dan verzoek ik de leden zo dadelijk duidelijk hun stem met het woord voor dan wel tegen uit te brengen zonder enige bijvoeging. De stemming begint bij mevrouw Van Langen Visbeek. Tegen. Markert Scholz. Tegen. Martens. Tegen. Van Menen. Tegen. Meijer. Tegen. Monen. Tegen. Nanninga. Voor. Nicolai. Tegen. Van den Oetelaar. Voor. Oplaat. Tegen. Panman. Tegen. Perin Gokkie. Tegen. Petersen. Tegen. Prins. Tegen. Ramsgebied. Tegen. Rekoer. Tegen. Rietke. Tegen. Van Rooyen. Tegen. Rovers. Tegen. Rozemuur. Tegen. Schalk. Tegen. Schippers. Tegen. Van Strien. Voor. Talsma. Tegen. Thijssen. Tegen. Veldhoek. Tegen. Visser en Hamers. Tegen. Vos. Tegen. De Vries. Tegen. Van Bijk. Tegen. Aars. Tegen. Van Apeldoorn. Tegen. Bakker Klein. Tegen. Van Balkel. Tegen. Baumgarten. Voor. Belheer. Tegen. Van den Berg. Tegen.
Bezaan. Voor. Van Bijsterveld. Voor. Bovens. Tegen. Krol. Tegen. Kronen. Tegen. Dessen. Voor. Dietrich. Tegen. Doornhof. Tegen. Viers. Tegen. Van Gasteren. Tegen. Geerling. Tegen. Goosen. Tegen. Van der Groot. Tegen. Griffioen. Tegen. Van Geur. Tegen. Hartog. Tegen. Van Hattem. Voor. Heinen. Tegen. Holterhuis. Tegen. Huizinga, Heringa. Tegen. Jansen van Helvoort. Tegen. Jansen. Tegen. Jaspers. Tegen. Kaljar. Tegen. Karimi. Tegen. Kemperman. Tegen. Van Kesteren. Voor. Klip Martin. Tegen. Kluis. Tegen. Kofferman. Tegen. Kroon. Tegen. Lachas. Tegen. En Bruinwies. Tegen. Voor de motie hebben gestemd 9 leden. Daartegen hebben gestemd 61 leden. Dit betekent dat de motie is verworpen. Thans is aan de orde de stemming over het wetsvoorstel 36333, regels in zaken een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken. De heer Van Hattem heeft eerder verzocht om hoofdelijke stemming. Dan stemmen we nu over het wetsvoorstel wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen 36333. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen. Mevrouw Lachas, gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. De BBB wenst de situatie in de asielketen op korte termijn te verbeteren. BBB is daarom ook niet tegen spreiding van de verantwoordelijkheid over het land. De voorliggende wet lijkt sympathiek, maar heeft een heleboel haken en ogen en lost de problemen op korte termijn niet op. In afwachting van deze wet zijn er weliswaar verschillende opinies binnen de fractie, maar we vinden dat we politiek gezien die verschillen opzij moeten zetten om als partij een eenduidig signaal te geven aan het land en het landsbestuur. We stemmen dus als fractie tegen deze wet. Dank u wel, mevrouw Lachas. Dan de heer Van Rooyen namens 50+. Voorzitter, de verkiezingsuitslag van 22 november met enorme verschuivingen kan je een eerste duidelijke reactie noemen vanuit het electoraat op het te gemakkelijk iedereen in het gelid proberen te zetten. De opstand van de provincie, de regio tegen het land, om zo een algemene duiding te geven van de verkiezingsuitslag, was een duidelijk signaal om eerst weer eens te gaan nadenken. Voorzitter, daarom heeft deze spreidingswet ook door het moment van behandeling zo'n symbolische waarde. Het is weer een mijlpaal van centrale sturing. Natuurlijk, de immigratie is deksels ingewikkeld en het meeste overkomt ons. Heus, de fractie van 50+ heeft alle begrip voor de argumenten in dit ongelooflijk lastige vraagstuk. Maar laten we het nee van volksvertegenwoordigers, net als het nee van veel kiezers in november, met z'n allen serieus nemen en op zijn waarde schatten. Voorzitter, mijn fractie geeft vandaar voorrang aan het alarmsignaal boven een genuanceerde afweging van alle bestuurlijke argumenten die ter grondslag liggen aan deze wet. Daarom zal de fractie van 50+ tegen het wetsvoorstel stemmen. Dank u wel. Dan mevrouw Nanninga namens JA21. Dank voorzitter. De fractie van JA21 liep al niet warm voor de dwangwet. Daar heeft het debat, de andere standpunten van andere fracties en de beantwoording van de staatssecretaris ook weinig aan veranderd. En ook de actualiteit alweer sinds de afgelopen week, waarin we dit met elkaar besproken hebben, over geen zicht op instroom, gemeenten zoals Westland die al zeggen, nou, dit gaan we echt niet doen, in aanmerking genomen zullen wij vanuit de grond van ons hart tegen deze verschrikkelijke wet stemmen. En wij roepen ook gemeenten op het voorbeeld van Westland te volgen en hier niet in mee te gaan. Wij stemmen tegen. Dank u wel, Ronan. Ik ga de heer Van Hattem namens de PVV. Dank voorzitter. Ja, zoals vorige week uitgebreid besproken, deze wet zorgt alleen maar voor om de asielopvangcapaciteit in Nederland te verruimen en ook nog op de langere termijn en structureel gezien. En als er dan niks aan de instroom gebeurt, dan lost dit helemaal niks op. Integendeel, Nederland is al propvol en het wordt alleen maar voller hierdoor. Bovendien, de dwang richting de gemeentes is onacceptabel en zoals net gememoreerd in de derde termijn, de wet is ook nog slecht uitvoerbaar. Kortom, de PVV-fractie zal tegen dit schabouwelijke wetsvoorstel stemmen. Meneer Van Hattem, wens een van de andere leden een stemverklaring af te leggen. Dat is niet het geval.
Ik verzoek de leden zo dadelijk duidelijk hun stem met het woord voor dan wel tegen uit te brengen zonder enige bijvoeging. Stemming begint bij mevrouw Karim. Voor. Kemperman. Tegen. Van Kesteren. Tegen. Clip Martin. Voor. Kluis. Voor. Kofferman. Voor. Kroon. Tegen. Lachgas. Tegen. Langen Visbeek. Tegen. Van Langen Visbeek. Markarts Gods. Tegen. Martens. Voor. Van Menen. Voor. Meijer. Voor. Monen. Voor. Nanninga. Tegen. Nicolai. Voor. Van den Oetelaar. Tegen. Oplaat. Tegen. Panman. Tegen. Perenkoppel. Voor. Petersen. Voor. Prins. Voor. Ramsolid. Voor. Recour. Voor. Rietke. Voor. Van Rooyen. Tegen. Rovers. Voor. Rozenmuller. Voor. Schalk. Tegen. Schippers. Voor. Van Strien. Tegen. Talsma. Voor. Thijssen. Voor. Veldkoen. Voor. Visseren Haarmakers. Voor. Vos. Voor. De Vries. Tegen. Van Wijk. Tegen. Aars. Voor. Apeldoorn. Van Apeldoorn. Voor. Bakker Klein. Voor. Van Balkon. Voor. Baumgarten. Tegen. Belheer. Voor. Van den Berg. Voor. Bezanen. Tegen. Van Bijsterveld. Tegen. Bovens. Voor. Krol. Tegen. Kronen. Voor. Dessen. Tegen. Dietrich. Voor. Doornhof. Tegen. Viers. Voor. Van Gastelum. Tegen. Geerling. Voor. Goosen. Tegen. Van der Groot. Voor. Griffioen. Tegen. Van Geur. Voor. Hartog. Voor. Van Hattem. Tegen. Heinen. Tegen. Holterhuis. Voor. Huizinga Heerlinga. Voor. Janssen van Helvoort. Voor. Janssen. Voor. Jaspers. Tegen. Oh. Kaljaar. Voor. En Bruinis. Voor. Voor het wetsvoorstel hebben gestemd 43 leden, daartegen 27 leden. Dit betekent dat het wetsvoorstel is aanvaard. Dan stemmen wij over de motie 36333 letter I. Motie van het lid Perenkoppi Kumsuis over het stimuleren van duurzame kleinschalige opvang. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Van Rooyen namens 50+. Voorzitter, de 50PLUS-fractie stemt wel voor de motie Perenkoppi. Mijn fractie deelt de wens om kleinschalige opvang waar mogelijk te bevorderen, zolang dit niet betekent dat kleinschalige opvang per se de norm wordt. Doelmatigheid en uitvoerbaarheid moeten doorslaggevend blijven. Dank u wel, meneer Van Rooyen. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn gaan staan? Voor de motie hebben gestemd de fracties van GroenLinks, PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, SP, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, BBB en 50+. Daartegen de fracties van de PVV, Forum voor Democratie, de VVD en Ja 21... zodat de motie is aanvaard. Ik teken hierbij aan dat de fractie van OPNL afwezig is. Ten slotte meld ik u nog dat het lid Van Rooyen eveneens benoemd is tot lid van de commissie Digitalisering. Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen. Tevens zijn we gekomen aan het einde van de vergadering. Ik dank alle leden, de staatssecretaris, de medewerkers die deze vergadering mogelijk hebben gemaakt.
en de aanwezigen op de publieke tribune voor hun komst naar de Kamer. Ik sluit de vergadering. Maar is het goed voor de VVD dat ze dit doen, dat ze twee geluiden laten horen? Want hun achterban wil die spreidingswet ook niet. Het is maar net hoe je erover denkt. Naar mijn idee is het goed voor de VVD. Je kon natuurlijk overal lezen dat die VVD dat die uit twee vleugels bestaat. Dat is eigenlijk al sinds een miljoen jaar zo. Er zitten in de VVD doodgewone, beschaafde, conservatief georiënteerde liberalen. Die het bestuur van Nederland een goed hart toedragen. En je hebt in de VVD heb je natuurlijk ook een enorme hoeveelheid, zeg maar, proto-PVV'ers. Mensen die in principe eigenlijk niet veel anders denken dan de PVV denkt en heeft gedacht in de afgelopen, is het ruim 20 jaar. En dat hebben we natuurlijk ook gezien bij de verkiezingsuitslag. 17% van al die stemmers van de PVV in november, dat waren VVD'ers. Nou, die groep natuurlijk, die moet een beetje conservatief georiënteerde brave liberalen niks hebben. Het zijn eigenlijk twee heel verschillende groepen. Het ene zijn typische, moderne conservatieven. Natuurlijk vooral ook xenofobisch en ons dorp moet beschermd worden, dat werk. En deze lui begreep ook dat Van den Burg uit Amsterdam kwam. De Amsterdamse liberalen hebben altijd een zekere reputatie gehad van intelligente lichtzinnigheid. En kijk eens, ik vond het hartstikke leuk natuurlijk. Maar politiek is natuurlijk niet handig, want het electoraat denkt nou, van ja, dat waar zijn is nog maar een kwestie van afwachten. Misschien is het politiek op de lange termijn wel degelijk handig. Namelijk dat het in ieder geval een vrij serieuze waarschuwing is, denk erom. Het idee dat wij alles goed gaan keuren, dat kun je rustig vergeten. Ja, maar de kiezer snapt er niks meer van. Waar staat de VVD waarom daarvoor? Waarom zou de kiezers... de kiezers, maar goed, de vraag is of de kiezers er überhaupt iets van gesnapt hebben natuurlijk. Dus waarom ze dan nu ineens op zouden houden met snappen, dat zie ik niet zo goed. Ik denk dat het... Je moet het ook, denk toch politieke besluitvorming zien in termen van, is dit bevorderlijk... Niet waar voor het functioneren van Nederland. En dan zou ik zeggen, ja, dat is het. Want daarmee valt hopelijk, als dit verder doorgang vindt, natuurlijk de druk af weg bij de apel. Ja. En kunnen we ophouden met het organiseren van die chaos daar. Die beschamende chaos daar. Niet waar de bekende buitenslapers. Nee, precies. Maar dan is het voor... Andere narigheid had, wat is nergens voor nodig natuurlijk in feite. Oké. Maar jij redeneert dus zo, omdat het goed is voor het land, kan het voor de VVD misschien ook wel goed zijn. Omdat de mensen... Ja, de VVD zou zich moeten schamen om allerlei dingen te doen die ze wel gedaan hebben in de afgelopen tijd. Die helemaal niet goed voor het land waren. 0,0 goed. Nee.